Justin, je hebt je band niet meer om, maar hij staat volgens mij een tevreden aanvoerder. Zeker. Ik denk als je 6-1 wint in eigen huis, in een fase waarin we een aantal keren niet gewonnen hebben, is dat lekker. Dus ja. Zeker tevreden. Was dat ook het doel van vandaag? Even weer vertrouwen putten? Ja, in eerste instantie gewoon 3 punten. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast, als je het overtuigend kan doen om het vertrouwen weer wat op te krikken, is dat heel lekker. Ja, een paar wijzigingen in de basiself. Hebben jullie ook tactisch wat anders gedaan vandaag? We ten opzichte van Eindhoven wat sneller druk naar voren gezet. Ik denk ook eerste half uur dat heel goed was. Hadden het goed voor elkaar. Liet Utrecht niet in een spel komen. En dik verdiend, denk ik, sta je op een dikke voorsprong. En daarna werd het even iets minder in de tweede helft. Hoe kwam dat? Ja, misschien ik denk een paar momenten waarin zij een paar keer uitkwamen waarin wij niet goed stonden. Maar goed, dat heeft ook mee te maken als je dit spel speelt. Sta je soms ook, brengt wat meer risico. Levert ook heel veel op, maar af en toe sta je dan ook, kun je wel eens openstaan. En dat mag niet gebeuren natuurlijk, maar dat is wel, dat is voetbal, dat is een keuze wat je maakt. We hebben bewust voor gekozen om vanaf minuut 1 ervoor op te klappen. En, als het dan af en toe een keer misgaat, dat moeten we in verbeteren, maar dat kan gebeuren. Ik denk einde van de eerste helft was bij sommigen even iets de pijp leeg, denk ik. En moesten we even weer op adem komen. Maar al met al prima eerste helft, denk ik. Ja, ook een systeem of een manier van spelen om op voor te borduren. Want je zegt het inderdaad wel, af en toe wel veel ruimte in de omschakeling. Misschien de restverdediging niet helemaal op orde. Is dat iets wat dan bewust vandaag tegen Jong Utrecht zo was? Of zeg je, hier kunnen we op voorbeduren, moet misschien wat foutjes eruit? Maar... ik denk die ene counter, dat was uit een corner van ons. Dus dat heeft niks met hoe je speelt te maken. Of je nou hoog of laag druk zet. Dat heeft gewoon een spelervatting die wij hebben. En ze staan eigenlijk, het is 10 seconden later voor ons goal. Dus dat mag zeker niet gebeuren. En een paar momenten waarin zij ook er goed onderuit speelden. Maar ik denk dat dit gewoon vertrouwen geeft. En ik denk ook in eigen huis... dat je dan ook publiek gelijk meekrijgt. Je hebt gelijk druk op de tegenstander. En ik vind ook dat dat goed bij ons past. Ik denk ook een Ennis die nu die dat gewoon geweldig kan. Hoe die daar de boel opjaagt. Maar ik moet ook zeggen, Nico heeft het ook geweldig gedaan als spits. Nieuwe positie voor hem. Ze hebben daar gewoon heel goed druk gezet. En dan maakt het, wordt het ook makkelijker voor de mensen die daarachter staan. Ja, is dat prettig voor jou? Je geeft graag die lange bal achter de laatste linie. Dat je daar nu eigenlijk 3 jongens hebt staan met snelheid. Ik denk dat het vandaag spel aan de bal, ik heb voor mijn gevoel weinig echt goede diepteballen kunnen geven. Dus dat is nog wel een verbeterpuntje voor ons als team, denk ik, dat we daar nog wel in verbeteren kunnen. Maar goed, laten we vandaag niet te kritisch zijn, want het is lekker in zo'n fase dat je nu met 6-1 wint. Ja, uitslagen op de andere velden ook al gezien toevallig? Ja, ook gezien, ja. Dat is wel lekker, hè? Ja, tuurlijk, dat is fijn. Maar goed... We zullen zelf het moeten doen. We zullen zelf de punten moeten blijven pakken. En deze is gewoon heel fijn. Dankjewel. Alsjeblieft.